Niet alleen de coronabooster is vanaf vandaag voor iedereen tussen de 40 en 60 beschikbaar. Ook de uitnodiging voor de griepprik vallen bij mensen op de deurmat. De eerste prikken zijn al gezet, maar nu start de grootschalige campagne. En onze verslaggever Josephine van der Erven die is de hele ochtend bij in Utrecht. Goedemorgen. Ja, de eerste prik is hier net gezet bij Dorieke. En u behoort tot de groep die vorig jaar eigenlijk ook al een prik mocht krijgen. Maar dit jaar ook, want u bent namelijk zwanger. Ja. Is het gelukt of deed het een beetje pijn? Nee, het is gelukt. Nee, ging goed. Ja hoor. Ja, is goed te doen. Ja, want u behoort tot de groep die dus sinds vorig jaar en dit jaar de prik mag krijgen. Heeft u er lang over getwijfeld om de prik te nemen? Nou, eigenlijk niet. Nee, nee. Zeker ook omdat nu echt de baby beschermd is, vind ik het wel een makkelijke keuze, moet ik zeggen. Ja. Nou, zo'n griepvaccin wordt elk jaar opnieuw gemaakt en opnieuw ontwikkeld. Hoe gebeurt dat eigenlijk? U bent van het RIVM? Ja, we kijken eigenlijk elk jaar, omdat het griepvirus elke keer weer verandert, kijken we op basis van wat er op het zuidelijke halfrond gebeurt. En maken we de inschatting van wat er in het vaccin moet om dit jaar voor de optimale bescherming te zorgen. En dan stoppen we dat stukje virus in het vaccin en dat zorgt ervoor dat je bescherming opbouwt tegen het griepvirus. Weet je dan altijd zeker dat je de juiste bescherming hebt? Nee, het lukt niet altijd. Het gaat niet altijd goed. Maar ook als de match niet optimaal is, dan beschermt het toch. Staatssecretaris Maarten van Ooyen is hier net ook binnengelopen, hoorde ik. En we gaan straks aan hem vragen wat hij verwacht van de corona- en de griepgolf die ons wellicht te wachten staat. Dankjewel, Josephine. We zien jou inderdaad later in de uitzending terug. Mevrouw Yildiz, u heeft een eigen praktijk in de Schildersbuurt in Den Haag. En op dit moment is het zo dat wij de cijfers van de opkomst hebben gekregen. Eigenlijk de afgelopen jaren steeds lager dan gewenst. Het doel is om 75% te halen. En in 2021 was dat 67%. Er zou sprake zijn van prikmoeheid. Dat woord werd vanochtend op het ANP genoemd. Merkt u dat ook in uw praktijk? Ja, ik denk dat heel veel mensen het niet meer weten, het verschil tussen influenza-vaccin en de coronavaccin. Hè. Ze horen het woord vaccin en ze denken van, joh, ik ben niet ziek geweest. Of in mijn naaste omgeving is het allemaal meegevallen. Is het eigenlijk nog nodig dat ik laat zetten? Inderdaad, als mensen zeggen, van, nou, ik wil het is me niet echt helemaal duidelijk en ik ga het dit jaar niet doen. Waarom is het nodig? Het is nodig. Als we willen dat onze maatschappij open blijft, hè, dat de juffen nog kunnen blijven werken, de artsen in het ziekenhuis aanwezig zijn, of dat je in de trein kan stappen en je naar je werk wordt gereden, hè, dat die mensen niet ziek vallen, of te veel ziek vallen met velen, ja, dan moeten we ons verantwoordelijkheid nemen en ons laten vaccineren. Nou, we hebben dus de griepprik en we hebben nu ook de herhaalprik van de coronavaccinatie vanaf vandaag voor mensen tussen de 40 en 60. Kun je die eigenlijk tegelijk nemen? Ja, er is geen enkele reden of gevaar om de beide vaccins op tegelijkertijd te geven. Want juist. Ja, ik heb hem inderdaad vrijdag gekregen. De griepprik. Ja, twee prikken dus inderdaad. Ja. Allebei tegelijkertijd gepland zo ongeveer. En dat is ook waar verschillende deskundigen die voor pleiten. Die zeggen van nou, laten we die twee vaccins gewoon samenvoegen. Dan hoef je maar één keer te gaan zitten. En dan is dat eigenlijk in één keer geregeld. Heb je die opkomst ook meteen beter te pakken? Absoluut, daar is zeker wat voor te zeggen. Want nu op dit moment worden de griepvaccins door de eigen huisarts gegeven. En de corona wordt aangeboden door de GGD. Dat zijn op verschillende tijdstippen. En nu wijst het uit dat echt tegelijkertijd mag gegeven worden. Dus dat is voor de mensen natuurlijk veel praktischer. Zeker als je zo'n beetje hulpbehoevend bent. Hè? Dat je niet twee keer hulp moet vragen om eerst naar de huisarts en dan op een ander tijdstip naar een andere locatie voor de coronavaccin. Maar is het haalbaar, denkt u, om dat volgend jaar voor elkaar te krijgen? Als je haalbaar noemt, haalbaar voor de huisarts, dan is het antwoord duidelijk nee. We hebben nu al enorm. U bedoelt dus dat allebei de prikken bij jullie terecht zijn? Precies, ja. Ja. He, dus ik denk als de wens er is, en wat ook heel begrijpelijk is, dat niet door de huisartsen gezet kan worden. Maar het zou heel mooi zijn als het bij de GGD's gebeurt, want dan hoeft u die griepprikken niet meer te geven. Dan heeft u weer wat meer ruimte misschien. Ja, ik zou persoonlijk daar geen. Ik zou daar persoonlijk achter staan. Ja, laten we even gaan naar die druk bij jullie. Hè? Want wat betekenen een griepgolf en de toenemende corona-besmettingen eigenlijk over de druk bij jullie, zeg maar, op de huisartsenposten? Hoeveel druk hebben jullie? Nou, we krijgen ontiegelijk veel tot bezorgde telefoontjes. Hè. Mensen die bellen van, ja, mijn zoontje is ziek, hoge koorts. Ze weten dat de huisarts niet heel veel kan doen, maar mensen willen toch een geruststelling. Ze bellen naar de huisarts met heel veel vragen. Het liefst willen ze ook gezien worden door de huisarts. Liefst die dag of zo op korte termijn.
En als de assistent een triage moet doen, hè, van oké, nou, ik hoor geen alarmsymptomen, dus u kan gewoon thuis blijven en uitzieken, dan hebben wij nu zeker ook te kampen met heel veel verbale agressie. Mensen zijn bang en ze willen gezien worden door de huisarts. Of als er een soort triage gebeurt van, nou, we wachten af. Of u moet eerst een zelftest gaan doen. Of ze laten testen bij de GGD. Of het misschien geen corona kan zijn. Want je kan dan niet zomaar naar de praktijk komen. Daar zien we toch ook weinig begrip voor. Ja, want het is natuurlijk zo, hè, griepsymptomen, coronasymptomen. Dat ligt heel, ja, dat is lastig uit elkaar te houden. In hoeverre heeft u het idee dat het misschien wel slim is om weer wat te gaan doen wat betreft maatregelen bijvoorbeeld? Ja, ik denk qua maatregelen dat we op twee zaken moeten niet alleen maar vaccineren, zoveel mogelijk hoge graad van vaccinatiegraad halen, maar ook terug moeten gaan kijken, oké, hoe zorgen we ervoor dat de besmettingen, om maatregelen te nemen, de besmetting zo laag mogelijk te houden weer. Ja, want hoe kijkt u naar de komende winter? We zitten nu pas aan het beginnetje eigenlijk. Ik hou mijn hart vast. Ik hou mijn hart vast ook voor mezelf. Ik ben bijvoorbeeld noodgedwongen in mijn eigen gezondheidscentrum de enig werkende huisarts. We hebben wel veel andere disciplines, maar mocht ik ondanks mijn vaccins toch ziek vallen, dan staan onze patiënten letterlijk in de kou.